Rachel Hazes verlegt haar focus naar Spanje met de overname van een brasserietje in een Spaanse badplaats, dat ze binnenkort opent als Casa Hazes. Deze nieuwe onderneming leidt tot halve verhuizing, wat volgens haar manager neerkomt op frequente aanwezigheid. Johan Derksen en René van der Gijp reageren op het nieuws in Vandaag Insight, waarbij Johan opluchting toont over mogelijk minder aandacht in de media. René uit zijn teleurstelling over de verstoorde familierelaties van Rachel. Johan benadrukt het belang van vreedzaam samenleven en suggereert dat het hebben van ruzie met al je kinderen wijst op verkeerde keuzes. Evert Santegoets van de Telegraaf voorspelt een mogelijk stille uittocht voor Rachel, gezien haar vele conflicten met familie en vrienden. Evert benadrukt de timing van Rachels vertrek, nu ze in Nederland weinig meer bindt en suggereert dat het een goed moment is voor verandering. Hij wijst op de noodzaak voor Rachel om haar aanpak te heroverwegen en positieve relaties op te bouwen. Over haar theekraam in Amstelveen is weinig bekend, met speculatie over haar vertrek.